So we're supposed to protect Germany, but they're getting their energy from Russia. Explain that. And it can't be explained, you know that. Ja, ook goedemorgen. Zal NAVO baas Stoltenberg misschien wel gedacht hebben aan het ontbijt met Donald Trump. Men vreesde al dat hij met het verkeerde been naar de bed zou stappen. En dat bleek dus ook zo te zijn. In die zin dat Trump, zoals verwacht, kritisch was. Met name op Duitsland, vanwege de gaspijplijn die ze aanleggen met en vanuit Rusland. Dat is toch onze grootste vijand. Al suggereert correspondent Jeroen Akkermans dat er ook wel een economisch tintje achter die opmerking van Trump zou kunnen zitten. Want Trump zou de Duitsers maar wat graag Amerikaanse energie leveren. Al zegt buitenland commentator Bernard Hammelburg bij BNR dat Trump weliswaar wat bruut uit de hoek komt, maar wel degelijk een punt heeft. Hij zegt hetzelfde als zijn voorgangers. En ja, hij wil geld zien. The countries owe us a tremendous amount of money from many years back, where they're delinquent. Ja, maar daar heeft Trump dus weer geen punt. Geen land is de VS geld schuldig. Maar hij heeft wel weer gelijk als hij zegt dat NAVO-partners minder dan afgesproken aan defensie besteden. Oftewel minder dan 2% van het BBP. En dat moet wat Trump betreft zo snel mogelijk anders. En Mark Rutte was het daarin met hem eens. Wij hebben ons in 2014 gecommitteerd, verbonden aan het doel om uiteindelijk richting die 2% te bewegen. Ja, opgelost, denk je dan. Behalve dan dat Trump naar verluid wil dat NAVO-landen in plaats van 2 juist 4% van hun BBP aan defensie gaan besteden. Dat lijkt me toch wat ambitieus. En dat is het misschien ook, want dat kan naadloos in de Make America Great Again ambitie passen. Want Amerikanen doen nogal veel qua wapenfabrikage, dus extra defensieuitgaven is gewoon goed voor de Amerikaanse economie. Juist. Nou goed, wie in ieder geval niet de buidel trekt, dat is de Efteling. Die weliswaar 14,7 miljoen winst per jaar maken, zo twintig deze Huub Bellemakers. Maar ze zijn nog te beroerd om een afgestudeerde database-marketeer een beetje behoorlijk te betalen. De gelukkige mag zich voor €500 netto per maand in het zweet komen werken. Maar dan mag je wel buiten werktijd zo vaak mogelijk het park in. Beetje jammer alleen dat de baan bijna fulltime is. Maar goed, het is toch niet niks, hè? Want anders had je toch al gauw anderhalve dag moeten werken met dit salaris voordat je een kaartje kon kopen. En dan heb je nog niks te eten en te drinken. Juist anderhalve dag bij Facebook lachen ze daarom. Ook als ze een boete dreigen te krijgen van maar liefst £500.000. De maximum boete onder de Engelse privacywet vanwege het Cambridge Analytica-schandaal. Daar moet je als pas afgestudeerde Efteling-medewerker ruim 85 jaar voor werken. Facebook heeft het in 18 minuten terugverdiend. Uiteraard zijn de pas afgestudeerde Efteling-medewerker en een gigant als Facebook totaal niet te vergelijken. Maar ja, het mogen dus duidelijk zijn dat een dergelijke boete op Facebook nauwelijks indruk zal maken. Onder de nieuwe Europese privacywetgeving zou een boete in de miljarden kunnen lopen. Dat maakt waarschijnlijk iets meer indruk dan die Engelse boete. Maar ja, goed, de Engelsen hadden vanavond wel iets anders om zich druk over te maken. Namelijk de kraker tegen Kroatië. Weer moesten beide partijen een verlenging zien te overleven. En de Engelsen werden daarbij wel degelijk geholpen door een verhoging van de defensieuitgaven. Want het Engelse team blijkt een jaar voor het WK op trainingskamp te zijn geweest bij de Royal Marines. Gewoon hoppatee, telefoons inleveren, horloges af, uniform aan en gaan. Zelf je eten regelen en door de bagger kruipen. Ja, je moet er dan ook alles voor over hebben om zover te komen op een WK. Sommige Kroatische fans die hebben dat toch niet. Dat blijkt uit beelden van afgelopen zaterdag van Kroatische brandweerlui die de penalty-serie tegen de Russen kijken. Net als de beslissende pingel genomen moet worden, gaat het alarm. Maar niks geen getreuzel. Je bent hulpverlener of je bent het niet. Tot zover die wedstrijd. We gaan erop af. Mooi om te zien. Ook al is het filmpje misschien wel fake. Velen suggereerden dat. Het ziet er ook wel heel erg gelikt uit. Maar goed, geestig is het dan in ieder geval wel. Tot zover de opmerkelijkste RTL Z-topics op social media. Tot later.